wat is er nou zo leuk aan dat je zo ver gaat? Ja, toch voor het doel wat je hebt in je hoofd om de beste te zijn. Dus de allerbeste in de wereld zijn, dat geeft zo'n enorme kick. Toch net even iets harder lopen. Of toch net iets meer gewicht op je stang met krachttraining. Dus je probeert altijd toch stiekem die grens te verleggen. En dat geeft vooral de kick. Als ik een wedstrijd doe, dan wil ik zo hard mogelijk lopen. Als ik achter mijn blok sta, dan wil ik winnen. Zo simpel is het eigenlijk. Natuurlijk heb je wel eens een wedstrijd die denkt, ja, maar wanneer komt het nou wel? Dan erop vertrouwen dat het goed gaat komen, terwijl je niet nog echt de tijden ziet die je misschien wil zien. Ik ben niet zo gauw nerveus. Jij voelt dat je elke wedstrijd op je allerhardst hebt gelopen. Ja, alleen het ligt dus dan op dat moment aan de vorm, hoe hard dat is. Op jezelf vertrouwen, dat is het enige wat ik kan doen. Want ik weet gewoon niet wat mijn tegenstanders doen. Ik kan daar allemaal niks mee, dus ik moet alleen maar op mezelf focussen. En je voelt langzaam de power komen. En steeds meer het gevoel dat er vorm komt. En dat is een heel fijn gevoel. En dan je beste race van het jaar neerzetten om uiteindelijk je doel te bereiken. En daarvoor volle 100% te gaan.